Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Mitchell Paulussen, morgen staat Top Os voor de deur. Getergd? Jazeker, natuurlijk niet goed begonnen aan 2020 en dat willen we graag rechtzetten. Dus ja, je kunt wel zeggen getergd. Ja. Jullie hebben de beelden ook geanalyseerd van vorige week. Wat nemen jullie nou mee als groep van die wedstrijd? Kijk, je moet het niet te groot maken dan het is. Kijk, we hebben ook genoeg kansen gecreëerd en ik denk dat we de doelpunten tegenkregen op ongelukkige momenten. Dus vlak na rust en ook gelijk in het begin, zeg maar, dat je gelijk achter die achterstand aan moet. En dat speelde hun eigenlijk in de zetel. Maar kijk, toch, we hebben toch verloren. Dus je moet wel gewoon even kijken van hoe en wat. En dat hebben we gedaan. Alles is nu al duidelijker. Ja. Henk zei ook van we moeten onszelf ook niet te veel druk gaan opleggen, maar ook gewoon lekker voetballen. Ben je het daarmee eens? Zeker. De eerste seizoen zelf is niet zomaar gekomen. Dat is ook gewoon gekomen door hoe wij spelen. Gewoon ook dik verdiend. Dus we moeten ook gewoon niet gek gaan doen. Nu, gewoon ons ding gaan doen wat we eigenlijk al een half jaar mee bezig zijn. Dat gaan we morgen in Os ook. Ook doen. Voor de winterstop een reeks gehad die ik wel speel en vorige week dan niet. Dan is het natuurlijk wel balen, maar je weet een beetje hoe het nu in elkaar zit. Dus niet dat ik extra gemotiveerd ben, maar wel gewoon blij ben dat ik kan spelen. Natuurlijk wil ik wel wat laten zien. Ja. Henk zei al van we hebben ook iedereen nodig in zo'n seizoen om tot prestaties te komen. Hoe sta jij daarin? Ja, dat klopt ook wel. Ik denk dat dat een kwaliteit van ons team is dat we ook een brede selectie hebben. En dat iedereen weet wat hij moet doen. En iedereen kan ook het niveau aan, zeg maar, die dan op het moment niet speelt. Dat is zeker een kracht van ons team. Ja. Vorige keer thuis tegen Top Os werd het een grote show hier. Er werd het 5-1. Ik verwacht morgen wel een lastige wedstrijd. Hoe zit dat bij jou? Ze spelen natuurlijk iets anders dan de meeste tegenstanders, dus daar zijn we wel goed op voorbereid. Dus we moeten gewoon van eigen kracht uitgaan en gewoon goed aan de bal zijn, denk ik. Dan kunnen we onze wil opleggen en dan moeten we gewoon voor de 3 punten gaan. Of het nu een show wordt of strijden, dat maakt niet uit. Nee. Of even een balletje de kruising indraaien. Ja, zeker. Dat zou wel mooi zijn. Dus we gaan ervoor.